Het Land van Lubbers, zo heet de nieuwe dramaserie over het politieke en persoonlijke leven van oud-premier Ruud Lubbers. De CDA-leider domineerde 12 jaar lang de politiek. Maar hij verdween op het eind van zijn carrière van het politieke toneel na beschuldigingen van ongewenste intimiteiten. Twee vrouwen die Lubbers van nabij meemaakten, keken alvast naar de serie. Dames en heren, uw aandacht voor minister-president. Vrienden. Vraag ik uw stem. Uw stem op het CDA. Uw stem om mij de kans te geven. Hij was de jongste premier ooit en domineerde 12 jaar lang de Nederlandse politiek. Ruud Lubbers. Ik heb natuurlijk vele jongensdromen gehad, maar niet dit. Met zijn no-nonsense beleid hielp hij volgens sommigen eigenhandig de kwakkelende BV Nederland uit het slop. Maar hij werd ook bekritiseerd om zijn sluwheid en soms al te nadrukkelijke belangstelling voor vrouwelijk schoon. En dit alles is nu verwerkt tot een serie. Waarom? We hebben drie jonge kinderen. Ik wil niet de rest van mijn leven alleen maar met geld bezig zijn. Zeg Joop, heb je deze meneer Lubbers gescreend voordat je hem aannam? Er zit een pit in. Dat zijn olijven, daar zitten pitten in. Ik heb ook zo zitten lachen toen ik het zag alleen. Marijn de Koning maakte hem mee als politiek verslaggever. Het was een tijdperk echt. Lubbers was een tijdperk. Dus als ik u nu iets zou vragen over seksuele intimidatie? En Hedy Dancona was minister in een van zijn kabinetten. Ik vond hem eigenlijk een hele goede voorzitter van die ministerraad. Ik vond hem ook heel empathisch. He, wel een tijd van zware bezuinigingen. En hij wist je het gevoel te geven dat hij met je meeleed. Als er iets weg moest waar je nogal opgesteld was. Maar het gebeurde wel. Ruud Lubbers verschijnt op zijn 34e vrijwel uit het niets op het politieke toneel. Als minister in het kabinet van Den Uyl. Hij blijkt een supersnelle leerling en heeft meteen iets van een staatsman. Vergeet niet dat hij 23 was toen hij het bedrijf van zijn vader moest voortzetten. Toen ging zijn vader dood. Als je 23 bent en je moet dan internationaal de wereld in dat vlak, ja, dan word je natuurlijk wel iemand. Hè? Lubbers had ervaring in onderhandelen en was bijzonder handig met taal. Hij is opgeleid bij de Jezuïeten, geloof ik. En dat brengt wel een zekere souplesse mee in hoe je met de zaken omgaat. Iedere keer weer het net anders zeggen. Waardoor dan tegenstanders weer dachten, oh ja, oh zo. Ja, nee, nou, dan weer andersom. Je hebt een tientje minder. Volgens mij heb je je door Lubbers laten belubberen. Het woord Lubberiaans komt zelfs in de Vandalen. Taalgebruik gekenmerkt door briljante politieke instincten, vindingrijkheid, diplomatie en een ongeëvenaarde zwalkende kwaliteit. Een andere zwalkende kwaliteit van Lubbers die in de serie naar voren komt, is zijn belangstelling voor vrouwen. Hij flirt zo'n beetje met iedere vrouw, van de koffiedame tot en met de koningin. Het is een man die van vrouwen houdt. En dat zijn geen nare mannen om mee om te gaan. Ik heb altijd leuk met hem kunnen praten. Hij heeft aandacht. Hij is geduldig. Hij heeft geen humeur. Een erg aardig iemand, ja, eigenlijk. Ja. En inderdaad een flirt? Ja. Het was min of meer een publiek geheim. Ja, je kunt wel gewoon zeggen publiek geheim, ja. Ja, ja dat hij gewoon, ja. Ja, maar dat was ook allemaal vrij onschuldig. Zoals je dat in die serie ziet, dat hij ook zo even de hand om iemand heen legt, hè, en even een briefje en even een beetje, ja, zo, ja, het was toch, ik vond het eigenlijk, ja, vond voornamelijk wel, ook wel charmant, zeg maar. Lubbers houdt van vrouwen, van macht en niet van concurrentie op de apenrots. Zijn opvolging bij het CDA wordt een drama. En dat is toch machtswellust. Als je wel weg wil, maar je kan er niet eens worden over je opvolger, althans in je kop, dan is dat kennelijk omdat je in de knoop ligt met de macht. Dat schijnt in het buitenland ook wel echt ook opgemerkt te zijn, want dat is natuurlijk raar gedrag. Zijn zwak voor vrouwen wordt Lubbers aan het eind van zijn carrière noodlottig. Hij moet opstappen als VN-functionaris na een klacht over seksuele intimidatie. Het was zeker wel zijn achilleshiel, maar om daar nou op te sneuvelen, daar hou ik helemaal niet van. Als je zo professioneel, zo goed bent. Maar ja, daar zullen de feministen zullen mij dat niet in dank afnemen natuurlijk. Toch nam ook feministe en collega Hedy Dancona het hierbij voor Lubbers op.
Ik had het gevoel dat dat niet eerlijk was. Over de serie zijn ze allebei zeer te spreken. Het geeft je op een amuserende manier een blik van een interessante man. Het is een hele leuke serie en ik vind Lubbers eigenlijk een fantastische man. Ja. Die amuserende serie die begint volgende week woensdag over Lubbers bij Avrotros op NPO 2.